Welkom allemaal en leuk dat jullie weer allemaal kijken naar een nieuwe FIFA Boos video. Raken jullie er niet eens zat van? Al die video's maar die ik upload. Nee, ik vind het hartstikke tof dat jullie blijven kijken. Anders kan ik natuurlijk ook niet meer mijn werk blijven doen. Dan moet ik iets anders zoeken dan YouTube. Dus blijf gewoon kijken en doe natuurlijk dat duimpje omhoog. Wordt gewaardeerd. Support je deze video wat mee. En vergeet ook niet te abonneren. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Maar vandaag gaan we weer knallen met mijn serie De Rode Leeuwen. Dit is mijn prachtige team. En momenteel heb ik 25 upgrade punten. Dus we gaan gewoon lekker weer wat upgrades doen. En we gaan eens kijken hoe mijn team er aan het eind van de aflevering uitziet. Ik denk wel een stukje beter. En ik heb nu nog 2 goals die ik moet scoren met Depay. Dan heb ik 25 keer met hem gescoord. En dan mag ik hem gratis upgraden naast een one to watch. Dat is ook ziek nice. Dus hopelijk gaat dat lukken. Maar hey, we gaan even de comments erbij pakken. Dat gaan we eerst doen. Daarna gaan we lekker aan het rad draaien. En dan wordt het mooi. Dit was de eerste comment die ik tegenkwam. Van Jason. Die zei dit. Je moet gewoon beginnen met dikke special cards toe te voegen. En vooral een paar Nederlandse of Belgische. Team of the season zoals Carrasco, Courtois of Timber. En ik ben een beetje op onderzoek uitgegaan. En ik wil eigenlijk eerst spelers tussen de 10 en 50.000 coins kopen. Courtois en Carrasco zitten daar net boven. Maar misschien verderop in de serie dat ze qua prijs zakken. En dat we ze dan alsnog kunnen kopen. Maar Timber is 35.000 coins. En ik denk dat ik Timber ga kopen. Dus dat kunnen we zo meteen even doen. Die kaart is echt... insane. Dat wordt mijn eerste team of the season in mijn team. Dus dat wordt wel nice. En ik heb ook een mooie challenge gevonden. Maar dan moet ik natuurlijk wel een challenge pinnen op het rad. Deze was van Joram. Ja, legend. Naamgenoot. Hij zei dit. Je wilt betere kaarten om Openda Depay te linken. De challenge is score en geef een assist met Gravenberg. En vroeg gratis Frenkie de Jong toe. Dat is ook heel nice. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Maar ja, dan moet ik natuurlijk eerst hier op het rad een challenge pinnen. En laat het zo zijn dat we nu maar 2 keer mogen spinnen. Want vorige aflevering hebben we 2100 likes gehad. Dus dat moeten we naar beneden helaas afronden. Dus mogen we nu 2 keer gratis aan het rad spinnen. Maar vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen op deze video. Als we in ieder geval de 2500 likes kunnen halen, kunnen we zo meteen de volgende aflevering 3 keer spinnen. Zou mooi zijn. Maar let's go! Wat gaan we krijgen? Een challenge. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Het worden 2 packs. Eigenlijk kwam net niet ver genoeg. Maar 2 packs ook nice. Dus die mogen we zo meteen openen. Laatste spin. Voor nu. En wat krijgen we nog? We krijgen nog eens 3 upgrade punten erbij. Dan hebben we gewoon 28 upgrade punten. Dat is insane. Dat is insane. Maar laten we eerst maar even 2 pakketjes openen. Altijd leuk om te doen natuurlijk. En ik heb nog best wel wat pakketjes klaarstaan. Maar ik vind dit wel leuke pakketjes. Dan mag ik deze 2 openen. Krijg je 3 verdedigers gegarandeerd 81+. En 3 aanvallers gegarandeerd 81+. Dus deze 2 open ik. En als we dan een Nederlander of een Belg krijgen, mag ik hem in mijn team stoppen. En dan is het gegarandeerd eentje die ik ook wel kan gebruiken. Dus hopelijk een Nederlander of een Belg. Het is een Italiaanse centraal verdediger. Cellini. Het is wel een walkout. Maar ja, niet eentje die je wil krijgen. Maar wel een walkout in de eerste pakket die ik open in deze video. Dus dat is wel mooi. Zit er nog een Nederlander of een Belg achter? Nope. Ik denk dat deze allebei non-tradables zijn. Ook die ik in mijn club heb. Ja, dus dan heb ik er eigenlijk niks aan. Dan moet ik ze gewoon discarden. Oké, ik heb helemaal niks aan deze pack. Maar prima spelers. Alleen geen Nederlanders of Belgen. Hopelijk gaat dat in de volgende pack wel gebeuren. 3 aanvallers. Come on. Een Nederlander of een Belg. Zou mooi zijn voor deze serie. Of überhaupt iets anders goed. Zou ook mooi zijn. Het is in ieder geval geen walkout. Het is Grealish. Op zich wel grappig. Op zich wel grappig. Maar ja, het is niet wat ik nodig heb. Maar er kan nog een Nederlander of een Belg achter zitten. Maar dat is ook niet het geval. Dus helaas, pindakaas. Wel 2 goede packs. Maar geen Nederlander of een Belg die ik kan gebruiken voor in mijn team. Maar laten we nu maar even Timber gaan kopen. En even uitrekenen hoeveel mij dat gaat kosten. Want ik ga hem dus wisselen voor Stefan de Vrij. En Stefan de Vrij is qua waarde tussen de 5000 en 10.000 coins. Dus dan hoef ik maar 1 upgrade te doen. Dus het kost me eigenlijk maar 10 upgrade punten. Dan houden we nog steeds 18 upgrade punten over. Dus dan kunnen we zo meteen nog een upgrade mee doen. Maar we gaan eerst even Timber kopen. Oké, is heel iets duurder dan dat ik dacht. 38.000. Nou, ook helemaal prima. Donders. Check wat een kaart het is. 90 pace, 90 verdedigen, 93 fysiek. Mwah!
dat is perfect. Dat is mooi. Oké, dus dan gaan we Timber in mijn team toevoegen voor Stefan de Vrij. Stefan de Vrij had ik gratis gekregen uit de pack. Dus ja, het is toch wel even fijn dat we nu eventjes Timber erbij hebben. Dan moeten we natuurlijk wel gaan kijken hoe ik het verderop ga doen in mijn team en qua linkjes. Maar dit is al zeker weten geen verkeerde upgrade. En boom, daar is die hoor. En daar is die. Dan hebben we nu momenteel nog 18 upgrade punten over. Dus we kunnen in principe nog een goede speler kopen. Wie zullen we doen? Ik moet misschien een andere linksachter hebben. Frenkie de Jong wil ik ook. Of we gaan hier voor Nainggolan voor een andere spelen. Dat zou misschien ook wel kunnen. Stel ik koop Kevin de Bruyne. Want Nainggolan is tussen de 500 en 1000 coins waard. Kevin de Bruyne is tussen de 10.000 en 50.000 coins waard. Dan heb ik in totaal 20 upgrade punten nodig om al die stapjes bij langs te gaan. Ik heb er nu 18. Dus ik weet het goed gemaakt. Ik ga proberen Kevin de Bruyne toe te voegen hier in deze aflevering. Dus dan moet ik daarvoor gaan sparen. Eens kijken of dat gaat lukken. Oh, dat zou zo lijp zijn. Maar in ieder geval mooi dat we Timber al hebben kunnen toevoegen. Maar laten we de eerste wedstrijd maar gaan spelen. De challenge die telt dus nog niet. Dus hopelijk kunnen we zo meteen als we nu winnen zo meteen aan het rad gaan draaien. Maar dat zien we wel, dat zien we wel. Laten we maar spelen in divisie 8. En volgens mij, ja, als ik één keer win, dan promoveren we naar divisie 7. Dus dat is toch wel weer even een kleine prestatie of zo. Nou, mijn tegenstander heeft wel een iets beter team dan wat ik heb. No! Hij heeft gewoon Son en zijn team op de season. Maar dan heeft hij ook Messi en allemaal andere goede kaarten eromheen. Dit team is zoveel beter dan mijn team. Oké, als ik dit win, dat zou wel echt heel lijp zijn. Maar dit gaat wel vrij pittig worden. Want zo ver ben ik nog niet met mijn team. En als hij nog steeds een beetje goed is in FIFA, dan kan ik bijna niet winnen. Want zijn team is zoveel beter. Oh, Openda, Super Sony snel en die moet al zitten en hoppa. Maakt me niks uit dat hij zo'n team heeft, donders. En dan is het wel super chill dat Openda zo belachelijk snel is. 99 pace, bam in je bakkes. Oh, dankjewel. Deze moet ook zitten. No, oh, ik had hem eigenlijk moeten afgeven op Openda. Jongen, jongen, mijn tegenstander is niet heel goed. Ik zag dat team, ik dacht, nou, dit gaat echt heel pittig worden. Maar nu we eventjes tegen hem aan het spelen zijn, denk ik, nou, eigenlijk moet dit echt geen probleem worden. Hier, tikje tussendoor, goed gedaan. Oh, kom net niet tot een schot. Nee, ah, jongen, en dan zul je altijd zien. Dan scoort hij de gelijkmaker. Ja, hij heeft goede spelers, dus dat was ook te verwachten dat hij wel een keer zou scoren. Maar wel balen dat dat dan nu al gebeurt. Terwijl dat ik gewoon 2-0 voor had moeten staan. Oké, okay, Berghuis, goede solo actie. Paasje door op Depay in de verre hoek. Kom op dan, kom op. Score even die bal gewoon. Oké, okay, Carrasco naar binnen. Nou ja, oké, okay, doe het mijzelf. Dan ga ik niet met Depay scoren. Weer niet. Jongen, 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 jongen. Nou, hier. Dit moet uitgespeeld worden. Openda, doe het maar, jongen. Hoppa, eindelijk. Oh, dit mocht ook wel eens. Ik heb zoveel kansen gehad op die 2-1. En hier is hij eindelijk. En wat nu trouwens wel mooi is, als we nog één keer met Openda scoren, dan hebben we gewoon een hat-trick met hem te pakken. Hè? Dat is toch ook wel eventjes nice. Oké, okay, Memphis Depay. Mwah, lekker gedaan hier. Tik maar door. En deze moet zitten. En die zit ook. Nice. 3-1. Dan is nu denk ik de buit wel binnen. Alleen geen Openda of Depay. Waar ik eigenlijk mee wil scoren. Maar Nainggolan. Ah, ik gun het hem ook wel. Ik gun het hem ook wel. Nou, het is rust. De scheids heeft afgefloten. We staan dus 3-1 voor. Uiteindelijk prima, prima. Ook al hebben we superveel kansen gemist. En kijk, verwachte doelpunten 4,8 gewoon. Dat is echt hoog hoor. En 10 schoten. Mijn tegenstander heeft verwachte doelpunten 0,8. Maar ja, we staan ook 3-1 voor. Dus in dat opzicht gaat het helemaal prima. Alleen ik wil eigenlijk nog even een hat-trick scoren met Openda. En nog even 1 of 2 goals met Depay. Want ik wil eigenlijk die one to watch in deze aflevering kunnen toevoegen. Dat zou toch wel even heel erg lekker zijn. Nou, Carrasco, Carrasco. Even afkappen en dan Openda of Depay. Hier Openda, prima voor de hat-trick. Nice. Oké, het is wel afgelopen. En we hebben een hat-trick. Dus nu kunnen allemaal op Depay. Want de hat-trick hebben we al te pakken. Dus hebben we sowieso een extra spinpunt. En nu even kijken of we nog 1 of 2 keer kunnen scoren met Depay. Nou, Memphis Depay voor Van Dijk langs. En nu goal. Ja hoor. 5-1 en Depay ook met de goal. Oké, okay, dit buiten is binnen. Had ik niet verwacht toen ik aan het begin van deze aflevering mijn tegenstander zag. Toen dacht ik, nou, dit wordt helemaal niks. Maar het gaat vrij makkelijk. Openda speelt zo belachelijk chill. Oh, dat was ook weer lekker afgekapt. Hier, jongen, dikke solo actie. Het schot. Oeh, net voorlangs. Hij is zo snel wendig, jongen. Ik vind hem echt bizar goed voor een 82 rated speler. Nou, Memphis Depay voor zijn tweede. Die moet zitten. Nee, ja hoor. Depay ook 2 goals. Dus dat betekent dat we zo meteen one to watch Depay gratis in mijn team mogen toevoegen. Want dat was een mijlpaal van alweer
5 afleveringen geleden of zo. Dus dat hebben we gehaald. De eerste mijlpaal in deze serie. De andere mijlpaal was 50 goals met Henk Veerman. Maar ik denk dat dat niet meer gaat lukken. Want die ga ik voorlopig niet meer echt gebruiken. Maar dit is wel nice. Laat me eventueel even een nieuwe mijlpaal weten in de reacties. Wat ik eventueel dan vanaf nu weer kan gaan doen. Nou, eigenlijk moeten we ook nog even een hat-trick scoren met Depay. En dat doen we nu ook. Top, dan hebben we 2 keer een hat-trick. Depay 3 goals en Openda 3 goals. Haha, let's go. Het zou helemaal mooi zijn als we natuurlijk onze tegenstander ook nog kunnen laten rage quitten. Dit is trouwens de 4e goal van Depay. Op de ene manier scoort hij nu de ene naar de andere. Maar hij wil mij niet rage quitten met tegenstander 8-1 gewoon. Nou hier, volgende goal. Ja, dit is 9-1. Misschien dat we de 10 kunnen halen. En dit is trouwens de 2e van Nigolan. Dus nog 1 keer en dan hebben we gewoon 3 hat-tricks in 1 wedstrijd. Nou, de laatste kans. Dan kunnen we nog de 10 halen. Maar ik wil eigenlijk met Nigolan scoren. Dus we doen even de bal naar Nigolan. Ah, hij was helemaal kapot moe. We hadden 10 keer kunnen scoren. Maar aan de 10e goal had ik niet zoveel. Alleen als ik met Nigolan zou scoren. Maar we hebben dus 2 keer een hat-trick. Depay. En we hebben natuurlijk Openda met een hat-trick. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En we hebben gratis one to watch Depay. Wat wil je nog meer? En Depay heeft gewoon 4 goals en 4 assisten. Dat is wel echt heel erg lijp. Wat een statistiek. Oké, maar dat betekent dat we dus hebben gewonnen. Dat zijn 2 spinpunten. En we hebben 2 keer een hat-trick gescoord. Dat zijn ook nog eens 2 spinpunten. Dus we mogen in totaal 4 keer aan het rad draaien. Dan ga ik dat eerst even doen. En daarna gaan we de upgrades doen. Ook van Depay die we gratis mogen doen. Maar ik denk ook Kevin de Bruyne. Want met 2 spinpunten hebben we dus 20 upgradepunten. En dan kunnen we Kevin de Bruyne kopen en in mijn team stoppen. Maar let's go! Waar beginnen we mee? Eventjes iets goeds. We krijgen 2 packs. Dus we mogen weer eens 2 pakketjes openen. Ik zal het even noteren. Volgende spin. Wat krijgen we als volgt? En dit hebben we dan niet nodig. Oké, we hebben dus nu 17 upgrade punten. Ik heb nu 3 nodig voor de bruine. Kom op. 3 upgrade punten. En ja, oké, dat is mooi. Dan hebben we nu 20 upgrade punten. Als we nu geen min upgrade punten krijgen, dan kunnen we Kevin de Bruyne toevoegen. Dus come on. Kevin de Bruyne, ik heb hem nodig. Nee, haha, shit. We hebben nu 19. Ah, nee. 1 upgrade punt te weinig om de Bruyne te kunnen toevoegen. Ah, dit is wel echt heel erg zuur. Ja, dit is echt heel erg zuur. Oké, we gaan eerst de packs openen. En daarna gaan we wel even die one-to-watch Depay toevoegen. Want die hebben we dus gratis verdiend. Dat dan weer wel. En we zijn trouwens gepromoveerd naar divisie 7. Ja, het maakt niet heel veel uit. Het is in ieder geval weer ietsjes hoger niveau. Daar komen we wat minder noobs tegen. Ik open 2 van die gouden premium booster pakketten. Dan heb je gewoon 3 zeldzame items. Dus dat is op zich wel nice. En ook gewoon spelers die erbij zitten. Dus hopelijk een Nederlander of een Belg. Kom op. Nee. Dan kunnen we hem al skippen. Nou, dan hoop ik dat in het volgende pakketje wel een Nederlander of een Belg zit. En nee, hierachter ook niet. Pakketje nummertje 2. Come on. En nee, Mexico. Dat hebben we ook niet nodig. Dat hebben we ook niet nodig. Maar hij kan natuurlijk nog steeds iemand achter zitten. Maar dat is ook niet het geval. Oké, helaas. Een pindakaas. Maar dan gaan we nu eventjes Depay toevoegen. Die one to watch. Want we hebben dus 4 keer met hem gescoord. Dan hebben we het ook wel verdiend dat we mogen toevoegen. We hebben nu in totaal 27 keer met hem gescoord in 18 wedstrijden tijd. Openda, daar hebben we nu 4 keer mee gescoord in 2 wedstrijden tijd. Wat ook prima is. Maar Depay, je speelde heerlijk. Maar nu mogen we je one to watch toevoegen. Had ik hem trouwens al in mijn club? Weet ik niet eens meer zeker. Nee, ik had hem nog niet. Dus ik moet hem nog eens eigenlijk kopen überhaupt. Dan gaan we dat eerst even doen. 26.000 coins. Nou, dat is dikke prima. Ja, dat was de goedkoopste die erop stond. Dus dat is wel nice. Dan hebben we die dus gratis verdiend. Doordat we 25 keer met Depay hebben gescoord. Tadaa, ziet het gewoon net wat cooler uit. Nu moeten we eigenlijk ook Frenkie de Jong gaan toevoegen. Maar eerst Kevin de Bruyne. Eerst wil ik Kevin de Bruyne hebben. Maar ja, dat gaat pittig worden. Ja, maar ja, in ieder geval mooi dat we Depay want to watch hebben. Dat is toch weer eventjes ietsjes beter dan wat ik had. Maar laten we nu wedstrijd 2 gaan spelen. En dan moeten we winnen. En dan moet ik 1 upgrade punt verdienen. En dan kunnen we dus ook nog de Bruyne toe gaan voegen. Nou, mijn volgende tegenstander heeft een minder goed team dan de tegenstander die ik net had. Maar dat zegt niks. Dat zegt niks. Als hij gewoon beter is in FIFA, dan kan het alsnog wel wat lastiger worden. Oké, Memphis Depay. Daar gaat hij hoor. Door naar het midden naar Openda. En nu binnenknallen, jongen. Oeh, bijna. Ja, dan ben je er in één keer zo snel uit met Depay en Openda. Dat is echt bizar. Oké, we hebben nog de bal. Dan gaan we even hier zo meteen schieten natuurlijk. Niet als hij buitenspel staat.
Oké, Nygoland. Probeer het maar eens, jongen. Kaboom! Oh, op de lat! Die Nygoland. Af en toe moet je gewoon echt proberen van afstand met hem te schieten. Hij kan dat zo belachelijk goed. Dit was trouwens echt een zaadvoorzet. Ja, die moeten we snel vergeten. No! No! Wat een vreselijke goal was dit. Hij schoot hem, hij werd geblokt. De keeper lag al op de grond. En vervolgens krijgt hij nog een keer de bal. Ja, kijk, jullie zien het hier gebeuren. En schiet hij die bal in. Ah, ja, dit was wel echt heel lelijk. Oké, we staan dus 1-0 achter. Dit gaat echt gewoon moeilijker dan de vorige tegenstander. Dan dat hij echt zoveel beter team had. Oké, Memphis Depay, dit moet een keertje goal worden. Mooi afgekapt, geplaatst schot. En hoe kan die er dan weer niet in gaan, hè? We hebben weer de bal. En dit was echt complete chaos. Dit is echt een wonder dat we hier nog steeds achter staan. Het slaat nergens op. Oké, daar gaat Depay alweer. Hij is supersonisch snel. Nu de herkansing. En weer net voor langs dan. Nou, de scheidsrechter heeft gefloten voor rust. Ik weet zeker, maar dan ook zeker, dat wij meer schoten en meer kansen hebben gehad. Dat kan haast niet anders. Vooral Depay heeft wel echt wat kansen gehad. Maar dan gaan we nu achterkomen. Wij hebben 7 schoten gehad, verwachte doelpunten 2,5. En mijn tegenstander inderdaad minder. Maar ja, we staan achter. Dus met die statistieken schieten we helemaal niks op. Oké, dit kan wat worden. Hier, ja, lekker Openda. Goed weggedraaid. Het is echt niet normaal meer. Waarom lukt het mij niet deze wedstrijd? Oh, ik deed bijna alles goed. Ja, behalve het afmaken. Dat deed ik dan niet goed. Dus ik deed niet alles goed. Oké, maar hier gaan we weer. Depay, even hier tricks. En dan nu de voorzet. Net niet lekker. Maar hier Berghuis. Je bent links, dus schiet maar eens met links. En die gaat er ook niet in. Tuurlijk niet, want niks gaat er in deze wedstrijd. Nou, Memphis Depay. Nu dan in de verre hoek. Eindelijk. Eindelijk. 1-1. Ook zwaar terecht. Depay doet het weer. Nu zijn one to watch. Eerste goal met zijn one to watch. Mooi afgemaakt. Goed in de verre hoek. Ja, dit heeft eigenlijk ook veel te lang geduurd dat ik een keer scoorde in deze wedstrijd. Oh nee, hij glipte net door en oh, de keeper heeft er nog. Hij drukt trouwens op start. Hij had net ook al wissels gedaan, dus ik denk dat hij nog meer wissels gaat doen. Maar ik heb persoonlijk niet echt goede spelers op de bank, dus voor mij heeft wissels doen niet echt nut. Maar ha, ik hoop dat ik het nog kan overleven. Gelijkspel wil ik minimaal, maar eigenlijk het liefst winnen natuurlijk. Oké, Openda, Openda, Openda. De ruimte is er voor een schot. Ja, maar ja, Neuer houdt alles tegen. In ieder geval, volgens mij heeft hij Neuer op goal. Corner en die heeft Neuer ook. Oké, dit is echt baal. Ja, hij heeft inderdaad Neuer op goal. Kom op, nog heel eventjes. Ik wil eigenlijk kijken of ik dit nog kan winnen. Want gelijkspel en dat is maar één keer draaien aan het rad. Dat is het net niet. Dus ik hoop dat ik nog kan scoren. Dit wordt waarschijnlijk de laatste aanval. Dit wordt de laatste aanval. Dus kom op, Joran. Oh, shit. En dan verpruts ik het zo. Ja, de score gaat hem niet meer worden. We moeten gewoon zorgen dat ik geen goal meer tegenkrijg. En dat krijg ik ook niet. Oké, het is gelijk gebleven. 1-1. We hebben niet verloren. Dat dan niet. Maar ja, we hadden wel mogen winnen. Als je naar de hele wedstrijd kijkt, was ik wel echt de betere. Maar ja, als je dan niet scoort, dan heb je er niks aan meer kansen. Want daar ben ik wel benieuwd naar hoeveel kansen ik heb gehad. En gaan we nu achterkomen als het goed is. Of nee, nu nog steeds niet. Komen we daar hierna achter? Of heb ik het nu al geskipt? Ik heb het denk ik al geskipt. Maakt niet uit. We hebben in ieder geval gelijk gespeeld. Dat is 1 keer aan het rad draaien. Als we hadden gewonnen, dus 2 keer. Nu maar 1 keertje. Dus dan pakken we het rad erbij. Gaan we nog 1 keer spinnen. We krijgen het tot slot. Hopelijk nog een upgrade punt. En we krijgen nog een keer min 1. Ah, oh, dit is echt heel shit. Dan hebben we nu 18 upgrade punten. Dus we hebben nog steeds 2 upgrade punten nodig voor Kevin de Bruyne. Nou, hopelijk gaat dat de volgende aflevering dan goed komen. Maar dan was dit het voor deze aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie zeggen, nou Joran, je moet geen Kevin de Bruyne upgraden, maar een andere speler. Laat het ook maar weten in de comments. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het einde van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Hartstikke mooie kleding.